Goedenavond, hartelijk welkom bij 2 voor 12. Straks in de tweede ronde zien wij terug de oudste deelnemster aller tijden aan dit spel. Zij won vorige week, is er nu weer met haar partner. En ze moeten het opnemen tegen deze twee nieuwe spelers. Goedenavond, mijn naam is René Pitt. Ik woon in Amsterdam. Ik heb daar ook economie gestudeerd. En ik ben op dit moment werkzaam bij een accountantskantoor. En ik heb meegenomen Marinus Verseput. Dat is dus mijn naam. Ik heb wiskunde gestudeerd in Amsterdam, waar ik ook woon. Ik werk momenteel als suppost in het concertgebouw in Amsterdam. En als administratief medewerker van de Milieudienst. En ik ben aan het solliciteren naar werk in de hoek waarin ik gestudeerd heb. Als wiskundige? Ja. Solliciteer dan maar even door. We zitten hier nou toch voor een camera. Wil je leraar worden? Wat wil je worden? Ik zoek het voornamelijk in de automatiseringshoek. Ah, juist. Om te beginnen. Juist. Nou, ik zou zeggen, profileer je vanavond, wie weet wat er nog van komt. Jullie zijn eerste ronde spelers, betekent de volle speeltijd van 15 minuten is er voor jullie. En die tijd gaat nu in, hier is vraag 1. In het begin van de 16e eeuw ontdekten de Spanjaarden dat Amerika een obstakel vormde op een westelijke route naar Indië. Een Portugese zeevaarder in dienst van de Spaanse koning vond in 1520 een doorvaart naar Indië, tussen het uiterste zuiden van het Amerikaanse continent en vuurland. Van de 5 schepen en 265 man zou maar 1 schip met 18 koppen behouden terugkeren. De zeevaarder kwam zelf om tijdens die reis op 27 april 1521 bij een strafexpeditie tegen een Filipijns stamhoofd. Hoe heet die ontdekkingsreiziger? Zou het Magalhaes zijn? Ja, zat ik ook te denken. Zullen we dat voorlopig maar doen? Ja. Magalhaes op 1. Magalhaes op 1, de M. Oké. Vraag 2. Sport. De koningen der atleten worden de deelnemers aan het zwaarste atletiek onderdeel van de Olympische Spelen genoemd. Binnen 2 dagen moeten zij onder meer discuswerpen, kogelstoten, hardlopen enzovoort enzovoort. Hoe heet dit onderdeel in de atletiek? Tienkamp? Ja, of de decathlon. Decathlon, ja. Kan allebei na. In het Nederlands heet dit de tienkamp. Tienkamp. Ja. De tienkamp. We houden over het algemeen Nederlandse antwoorden aan, tenzij ik iets anders vraag. Ja, oké. Okay. Vraag 3. De grootste passie in het leven van de Spaanse schilder Goya was niet de schilderkunst, maar een jonge hertogin. Minstens 12 maal schildert hij haar. Op het beroemde portret uit 1797 zien wij dat de hertogin met haar rechterhand naar de grond wijst. De hand wordt gesierd door 2 ringen, waarvan 1 Goya's naam draagt en de ander die van de hertogin. En mijn vraag is, wat is de naam van deze vrouw? Heb jij een idee? Nee. Nee. Laten we zeggen Isabel. Isabel. Oké. Okay. Zit wel in de tijd. Isabel. Isabel. De I op 3. Dat is wel op te zoeken voor mij. Yeah. Ja, precies. Vraag 4. De Matterhorn werd voor het eerst bedwongen door de Engelsman Edward Whymper, die pas na veel inspanningen de top bereikte. In 1880 was Whymper de eerste die de Chimborazo in het Andesgebergte beklom. Lange tijd dacht men dat deze berg de hoogste piek van de Andes was, maar dat is hij niet. Wel is Chimborazo de hoogste piek in eigen land. Welk land is dat? Enig idee? Nee, maar dat is dat kan ik opzoeken. Ja? Ja, zoek, zoek ik op. Ja. Oké. Okay. Je weet dat je de vraag na kunt lezen op de computer. Ja. Dan ga ik verder met vraag 5 voor jou, René. Ja. En daarvoor moet je even naar de monitor kijken, want vraag 5 is weer gemaakt door de studenten van de Hogeschool voor de Kunsten. Quosque tandem abutere, Catilina Patentia Nostra. Hoe lang nog, Catilina, zult u misbruik maken van ons geduld? Met deze beroemde woorden begint een toespraak van een bekend Romeins redenaar uit de eerste eeuw voor Christus, gericht tegen de gewetenloze demagoog Catilina. Deze wil de consuls doden en de republiek omverwerpen. De redenaar is zelf consul. Gezegend is Rome met een consul als ik, dicht hij onder andere. Hoe luidt de naam van deze consul? Heb jij enig idee? Jij met je klassieke achtergrond. Het was een consul die redenvoeringen deed tegen Catilina. Catilina. In de eerste eeuw was het. Ben jij de gymnasiast van de twee, begrijp ik? Nou ja, ik heb wel 6 jaar Latijn. Nou ja, dan zou het moeten kunnen helpen. Zal ik eerst vraag 4 even... Ja, het stond niet in de encyclopedie, dus ik ga zo verder kijken. Oh, je kijken. Hebt nog geen antwoord. Ja. De consul dan. De consul. Ja. Redenvoeringen tegen Catilina. Enig idee. Ja. Ik denk dat we zeggen... Hij wilde de consuls doden en de republiek omverwerpen.
consuls dood. De republiek. De eerste eeuw voor Christus zou dan toch moeten zijn, zou ik dan zo zeggen. Zullen we voorlopig even Cicero zeggen? Dat, ja. Of is dat... Ik ga het zo misschien even opzoeken, maar het hangt ervan af. Hij wilde de republiek omverwerpen. De die republiek, man. Ja, de republiek. Die zat toch voor Caesar, zou ik zo zeggen? Hé, hey, Jij zegt het, joh. Qua tijd is wel handig als je nu antwoordt. Ja, Cicero. Cicero. Dan de C op 5 en 4 krijg ik nog. En dan ga ik verder met vraag 6. Het wijnmuseum Musée Père Anselme bevindt zich in een klein plaatsje ten noorden van Avignon. De naam van het dorpje is afkomstig van een 14e eeuws kasteel waar vrijwel vanaf het begin wijn geproduceerd werd. De plaats heeft haar roem te danken aan de rode wijn uit het omliggende gebied. Welke wijnsoort is dat? Wijnsoort Avignon? Ja. Klein dorpje vlakbij Avignon. Het was een beroemde wijnsoort? Ja. Dat is, denk ik, Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape. Doen we die? Châteauneuf-du-Pape. Dan de C op 6. Vraag 7. De film A Bridge Too Far gaat over de mislukte geallieerde luchtlanding bij Arnhem in 1944. Sterren als Dirk Bogarde, Robert Redford, Sean Connery en Laurence Olivier werden voor deze spektakelfilm geëngageerd. Zowel Olivier als een Noorse actrice spelen Nederlanders in deze film, maar ze spreken allebei een afschuwelijk soort Koetervaals. Luister maar. Het zijn 5 minuten te veel. Ik denk dat ik heb vorige vlog gezien. 4 rustige minuten. Ons lieve heer. Dat is een jonge man. In rust. Nou, we dachten, we ondertitelen het ook maar even. Hoe heet deze actrice, bekend uit talrijke Bergman-films? Ja. Liv Ullmann. Liv Ullmann op 7 en een belletje. Wat heb je? Ullmann, wat was 6? 6 was die Châteauneuf-du-Pape, 5 was Cicero, 4 was... Ja, ik heb hem gezien, maar niet met land erbij. En ik schat dat dat land waar hij ligt, dat dat ongeveer... Peru moet zijn. Peru. Ja, maar dat... Het wordt de P op 4? Ja, de P is... op 4 van Peru. Oké. Okay. Ga ik verder met vraag 8. De beroemde Nederlandse vlootvoogd Piet Hein werd samen met zijn vader door de Spanjaarden gevangen genomen en 4 jaar lang diende hij op de galeien. Hij leerde er de gewoonten en strategieën van de Spanjaarden kennen en deze kennis kon hij aanwenden toen hij in september 1628 de zilvervloot op de Spanjaarden buit maakte. In welke baai gebeurde dat? Welke baai? Dat zoek ik op. Ja, oké. Okay. Piet Hein, baai. Vraag 8. Piet Hein, baai. Vraag 9. Toen Stravinsky de muziek van Le Sacre du Printemps aan de choreograaf Diaghilev voorspeelde, meende deze dat Stravinsky gek geworden was. De componist speelde 59 keer hetzelfde akkoord, wat voor die tijd zeer ongebruikelijk was. Stravinsky is Diaghilevs reactie nooit vergeten. He did he want to offend me. He asked me only one thing, which was very offending. He asked me, will it last a very long time this way? And I said, till the end, my dear. And he was silent, because he understood that the answer was serious. Ja, tijdens de première van Le Sacre du Printemps kwam ook het publiek in opstand. Het eerste ballet waarvoor Stravinsky de muziek maakte werd daarentegen zeer gunstig ontvangen en bracht de componist in 1910 zijn eerste wereldsucces. We horen daar nu een paar klanken uit. Wat is de oorspronkelijke Franse titel van dit werk, dus het eerste ballet? De L'Ange du Feu. Jij zegt het zo vragen, ja. Wil je? Ja. L'Ange du Feu. Goed zeg. Op 9. Heb je de baai al gevonden? Ja, dat is de baai van Matanzas. De baai van Matanzas, ja. Dan de M op 8. Oké, dan. Okay. Ja, zijn we bij? Ja, we zijn er. Dan stel ik vraag 10 aan jullie beiden. Het Azteekse Rijk werd voorafgegaan door het Rijk der Tolteken. Een Franciscaanse monnik die de Tolteekse beschaving bestudeerde, noemde de Tolteken wijs, geleerd en ervaren. De hoofdstad van het Tolteekse Rijk was Tolla, hetgeen oord van riet betekent. Hoe noemt men de taal der Tolteken, waarvan we nu een klein stukje horen?
in Xochitl, in Cuicatl, que no san tlamatian noyolo. Dat is hun taal. Wordt nog steeds gesproken in idee. Bepaalde delen van Latijns-Amerika. Maar hoe noemen we die taal? Laten we zeggen kwetsel, de Q. Ik wil, als dat mag, graag vraag 3 zometeen nog even opzoeken. Ja hoor, dat mag. Kwetsel. Oké. We hebben nog 3,5 minuut voor 2 vragen, dus dat kan allemaal wel. Vraag 11. De stad Samarra werd in de 9e eeuw de residentie van de Abbasiden, een dynastie van islamitische kalifen. Samarra is tegenwoordig een belangrijk Sjiïtisch bedevaartoord. De grote vrijdagmoskee met de minaret Al-Malwiya, dat de spiraal betekent, is het oudste islamitische monument in de stad Samarra. Net als de toren van Babel is ook deze toren spiraalsgewijs door een trap omwonden. In welk land ligt Samarra tegenwoordig? Weet jij in welk land Samarra tegenwoordig ligt? Ga ik zo... Die zoeken we ook op. Oké. Samarra. En dan de laatste vraag. 1895 was voor Oscar Wilde een jaar van succes en catastrofe. De catastrofe zette in met een briefje van Lord Queensberry, de vader van Wilde's vriend Alfred Douglas. Queensberry schreef: "To Oscar Wilde, posing as a sodomite." Het briefje is zowel beroemd geworden om de spelfout als om de gevolgen. Wilde werd veroordeeld wegens homoseksualiteit. Kort tevoren was een van zijn toneelstukken met veel succes uitgebracht. Dat was het succes van dat jaar. Hoe heet dat blijspel uit 1895? Een blijspel? Ja. Oscar Wilde, enig idee, blijspel. Uit? 1895. Dat is wel heel makkelijk op te zoeken, denk ik. Ja. Maar ze zeggen voorlopig even Picture of Dorian Gray, maar dat is fout. Oké, de P dus. Jullie hebben nog 1 minuut 40. Ik heb een antwoord op vraag 3. En dat is de hertogin van Alva. De hertogin van Alva, dan maken wij een A van het antwoord op 3. En dan zou ik misschien wel eens... Wacht even, even... we zijn nu klaar, hè? Ja, we zijn klaar. Daarom zeg ik, je hebt nog 1 minuut 20 voor wat je nog wilt opzoeken. Ja. Uit welk jaar? Vraag 1895. Ja, Oscar Wilde, 1895. Nog niet beschikbaar. Nog En ik krijg nog een land. Het land waar de stad Samarra in ligt. Ja, ja, Samarra. Ja, snel hoor, 1 minuut. 1 minuut. Geef mij eventjes de W van Wilde. Die staat helemaal daar. Helemaal het laatste. Laatste. Nee, daarvoor. Ja, hier. Oké. Okay. Per persoon 1 gulden per seconde, hè? Ja, zeg het maar. Dat is Irak. Irak op 11. Blijspel. Importance werd uitgebracht in het For Wild. Ja, Importance? Importance in het For Wild of Fatalia 1895. Die Importance. Ik moet de hele titel weten of voor het goed en fout rekenen, hè? Die Importance staat er. The Importance. Ja. De I. Oké. Is het niet The Importance of Being Earnest? Of is dat niet van Nee, dat is niet van Hij staat er, jongens. Nog, de tijd is om. Ja, we gaan het woord bevinden. Spannend. Snel staan. Goed. Nu is er weer rust, hoor. Ja. Zeg het maar. De M van 1. De M van 1. Op 3. Magelhaans, de ontdekkingsreiziger, was goed. De T van 2. De T van 2. Tienkamp was ook goed. Op 10. Is dat niet mooi? De U van 7. De U van 7. Liv Oerman op 5. De I van 11. De I van 11 van Irak is goed opgezocht. Op 7. Stad Samarra ligt daar. M van 8. De M van 8 is ook goed. Matanzas op 4. De baai van Piet Hein. Goed, we hebben nog 1 minuut 15. Ja, ja. Cuba. Ammunitie? Nee, net maar niet. Rustig aan hoor. Communicatie. Die komt. Dan is het land. Ecuador of zo. Er zit 1 C in dan. Nee, 2 C. 2 C is goed. Ja. Communicatie? Ja, ja, ja. Zullen we die doen? Zeker.
Want we hebben hier dus die yeah importance. Is dat ook goed om 12? Nog 48 seconden. Ja, die A, twee man A. Communicatie. Ja joh, twee man A zou dat dan moeten zijn, hè? Ja, dat kan toch. We hebben er nog een. De een denkt het te weten, de ander twijfelt nog. Nou ja, goed. Communicatie. Ja? Ja. Ben je om? Zeker weten? Ja. Oké, draai ze maar om. Als je hier zit. Het is goed hoor, als je hier zit, erg hè. Anders zeg je ja. Ja. Het is goed jongens. Man. En ik heb ook goed nieuws, jullie krijgen ook de bonus. Buik, daar hadden we helemaal geen zicht meer op. Nee, dat dacht ik wel. Het was zo goed dat jullie op het eind nog even samen gingen opzoeken, want daar heb je de bonus mee gered. Ja. Dat is fantastisch. Drie fouten. 1044 gulden is een heel mooi kansrijk bedrag, kunnen wij zeggen. Als wij zo'n beetje het gemiddelde van... Dit spel in de loop der jaren bekijken. Die drie fouten neem ik even met je door. Vraag 4. Ecuador heb ik je horen fluisteren net in, in de samenspraak. Dat was het goede antwoord, niet Peru. En dan 9 en 10 waren fout. De vuurvogel van Stravinsky wilde ik hebben. Oh. Die bedoel je... Maar dat is toch de Franse titel? De Franse titel is L'Oiseau de Feu. Ik dacht wel dat je die bedoelde, maar je zei... Het zijn er namelijk helemaal niet. Je zei L'Ange, L'Ange. Dat is dan toch echt een A, dus daar kunnen wij niks anders van maken. Nee. De Q op 10 van... Ja. Kwetsel of zoiets, hè? Kwetsel, dat was niet vertalen. Nee, het is Nahuatl. Nahuatl. Ja, we hadden het misschien nog wel kunnen vinden, maar het is niet nodig geweest. Het is niet nodig geweest. Nee. Je hebt de bonus binnengehaald, je hebt het woord geraden, mooi bedrag over. Ik zou verder nergens meer over zeuren als ik jullie niet. Okay. Hier komt team 2. En hier zit team 2 inmiddels. Dezelfde mensen als vorige week, alleen ze zitten andersom. Ja, dat is een tactische wijziging. Ja, de ander gaat nu opzoeken. Ja, we gaan onze tegenstanders op het verkeerde been zetten. Mooi, mooi. Zegt u nog even één keer wie u bent, want niet iedereen heeft vorige week gekeken. Nadat we de vorige keer per ongeluk gewonnen hebben, ben ik nog steeds Okagal. En woon ik nog in Kuik. Ben ik nog geboren in Amsterdam. En ik ben maatschappelijk werkster. En ik zit op Franse les bij de Alliance Française. En daar moest ik het hele verhaal vertellen. In het Frans natuurlijk, dat is heel goed. En ik hou van reizen en van talen en een heleboel dingen meer. Mijn naam is Hans Sterra. Ik werk bij het CITO in Arnhem. Ik maak daar de examens, Latijn en Grieks. En in mijn vrije tijd speel ik met heel veel plezier piano. In mijn eentje, met z'n tweeën, in kamermuziekverband. En in de zomer probeer ik mijn tuin steeds wat grotere bloei te krijgen. Dat zijn zo mijn hobby's. Jullie hebben vorige week, u zei net per ongeluk gewonnen met de hakken over de sloot. Ik heb het geloof ik toen een bevalling genoemd. Heeft u nog reacties gekregen? Ja, een mevrouw waar ik 40 of 45 jaar geleden mee heb samengewerkt, op Zandberg in Amersfoort, die was achter mijn telefoonnummer gekomen en die heeft mij gebeld. En die is inmiddels 85. En we hebben een afspraak gemaakt voor tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Nou, kijk aan. We gaan beginnen. U hebt 1 minuut minder speeltijd dan vorige week. En de tijd gaat nu in. En voor vraag 1 vraag ik u al meteen naar de monitor te kijken. Want vraag 1 is gemaakt door de studenten van de Hogeschool voor de Kunsten. Een Benedictijner monnik, keldermeester van de abdij van Hautvillers, zou aan de wieg hebben gestaan van de mousserende wijn, ofwel de champagne. In ieder geval heeft hij de eigenschap van het schuimen van de wijn vervolmaakt en kunnen wij naar hartelust knallen met de kurken. Wie was die keldermeester, zeg maar, de ontdekker van de champagne? Zoeken we op. Gaan we opzoeken. Oké. Vraag 2. Hoe vaak hebt u een poging gedaan mij om het leven te brengen? Hoeveel stoten heb ik door een kleine ontwijkende beweging van mijn lichaam gepareerd? Zegt Cicero in een beroemde rede tegen de demagoog Lucius Catilina. Tegen Catilina won Cicero het pleit, maar hij zou toch door geweld om het leven komen. Octavianus, de latere keizer Augustus, vormde een triumviraat met Marcus Lepidus en met een derde man. Deze derde man gaf opdracht Cicero te vermoorden. Wat was zijn naam? Marcus Antonius. Marcus Antonius op 2. Dan vraag 3. Zou u niet gaan opzoeken? Ja.
Ik luister even. Even mee, maar niet te lang hoor, want dat mag eigenlijk niet. Vraag 3. Het trieste hoogtepunt van de grote brand van Londen in 1666 was het moment dat de middeleeuwse St. Paul's Cathedral vlam vatte en in de as werd gelegd. 80% van Londen werd verwoest, maar de ergste krottenwijken van oudste voedingsbodem voor epidemieën bleven ironisch genoeg gespaard. De huidige St. Paul's werd ontworpen door een man die van oorsprong sterrenkundige is en zichzelf het vak van architect leerde. De kathedraal werd in oktober 1711 in gebruik genomen. Hoe heet de architect van de kathedraal? Zoek hem op. Oké. Dat is Wren. Dat is Wren en we vullen in een... De W. De W op 3. Toch nog gelukt om mee te luisteren. Wat heel knap is als je opzoekt. Ja. Vraag 4. De Schotse acteur Sean Connery wordt plotseling beroemd als geheimagent James Bond in de film Dr. No. Zijn zesde Bondfilm, Diamonds Are Forever uit 1971, speelt zich gedeeltelijk af in Amsterdam. Hierin spreekt 007 zelfs wat Nederlands. Dat wil zeggen, hij leidt een diamantsmokkelaar om de tuin door goedenavond en bieten te zeggen. Peter Franks. Third floor. Goedenavond. Good evening. Bieten? Nou, is toch vlekkeloos Nederlands, hè? Na deze film houdt Connery zijn Bond-imago voor gezien en vertolkt andere rollen in diverse films. 12 jaar later kwam Connery nog 1 keer terug als 007. En wat is de toepasselijke titel van deze Bond-film uit 1983? Gaan we ook opzoeken. Oké. Okay. Is er al iets op 1? Nee. Oké. Okay. Dan komt hier vraag 5. De dood van vlootvoogd Michiel de Ruiter werd door Multatuli in een gedicht op luchthartige wijze bezongen. Hij gaf de eer den heren en was als christen groot. Toen kreeg hij door zijn kleren een kogel en was dood. De Ruiter overleed op 29 april in 1676 als gevolg van een zware verwonding die hij opliep in de strijd tegen Frankrijk. Voor zijn vertrek had hij gezegd, ik zeg u adieu voor eeuwig, want ik denk niet weer te komen. Ik zal in deze tocht blijven, ik voel het. In welke baai werd hij fataal geraakt? Zoek hem op. Ja. Okay. Hij krijgt het druk, die buurman. Ja. Ik ga verder met vraag 6, omwille van de tijd. Claudio Monteverdi wordt beschouwd als de eigenlijke schepper van de opera. De eerste belangrijke opera was van zijn hand. Het wordt heel bijzonder, schreef men in Italië, want alle acteurs zullen hun rollen zingen. Hoe heet deze opera die in 1607 in Mantua voor het eerst werd uitgevoerd? Orfeo. Orfeo de O op 6. Is er al een antwoord? Nee, precies niet. Oké. Dan vraag 7. Zijn relatie met Lord Alfred Douglas had voor Oscar Wilde een veroordeling tot 2 jaar dwangarbeid tot gevolg. In de gevangenis schreef Wilde een brief aan Douglas. Deze brief werd na zijn dood uitgebracht onder de titel De Profundis, uit de diepten. Hierin beschreef hij de beproevingen die hij dagelijks onderging. Hij schreef er ook een lang gedicht over. Waar was die gevangenis? Het gedicht is naar de gevangenis genoemd. Zoeken we op. Zoeken we ook op. Oké. Okay. En dan vraag 8. Kijken we eerst maar even naar wat beelden. De Canadese atlete Angela Isayenko kon zich op 8 maart 1987 een kwartier lang de nieuwe wereldkampioene indoor atletiek op de 60 meter wanen. Ze leek net iets eerder over de streep te zijn gegaan dan een Nederlandse sprinter die we hier zien, die de afstand in eveneens 7/800ste seconde liep. De fotoanalyse wees echter uit dat de Nederlandse een fractie sneller was geweest. Wat is de naam van deze Nederlandse sprinter? Zoek op. Ja, zoek ook Sorry. Op. Arme man. Is er al iets gevonden? De baai van Napels, de Ruiter op 5. De baai van Napels op 5. Vraag 9. Op
8 november 1519 landde de Spaanse veroveraar Cortés in Mexico. De Azteekse heerser Montezuma ontving hem op een schitterende wijze en de beide mannen hingen elkaar een ketting om de hals als teken van wederzijds respect. Cortés veroverde de hoofdstad van het Aztekende Rijk die grote indruk op hem maakte, al was hij geschokt door het geofferde mensenbloed op de treden van een der tempels. Hoe heet deze hoofdstad van het Azteekse Rijk? Weet jij die? Nee. Zoeken we op. Zoeken we ook op? Oké, zeg het maar. Is Reading op 7. Reading op 7, dan de R. Voor de Oscar Wilde vraag. Ja. Oké, ga ik verder met vraag 10. Op een van de beroemdste schilderijen van de Spaanse schilder Diego Velázquez zien we Justinus van Nassau die de sleutel van een Nederlandse stad overhandigt aan de Spaanse generaal Spinola. Spinola is voor de gelegenheid van zijn paard gestapt en neemt de sleutel op gracieuze wijze in ontvangst. Er is veel gezegd over de echtheid en levendigheid van Velázquez' figuren, maar ook is opgemerkt dat de achtergrond helemaal niet aan die Nederlandse stad doet denken, maar aan Madrid, waar Velázquez hofschilder was. Hoe heet dit schilderij? Hij schilderde het in 1634-35. Zoek wel. Ja? Oké. En dan de laatste twee vragen. Vraag 11. In het jaar 1002, bijna 500 jaar voor Columbus, landden de Vikingen al op de Amerikaanse kust. Het eerste gebied noemden ze Helluland, vlakke rots, het tegenwoordige Newfoundland. De tweede landingsplaats, nu Nova Scotia, kreeg de naam Markland, bebost land. En toen zij in een gebied met veel zalm en groot wild terechtkwamen, besloten ze daar te overwinteren. Ze vulden hun menu aan met druiven die daar in zo'n overvloed groeiden dat zij het gebied Vinland noemden. Hoe heet de Viking die in 1002 in Noord-Amerika landde? Zoeken we op. Ja? Sorry. Is er al een antwoord? Nee. Ja, 9. Tenochtitlan. Tenochtitlan voor de stad, de hoofdstad van het Azteekse Rijk. De T op 9. En dan stel ik de laatste vraag. Niemand kan met zekerheid zeggen of de top van de Mount Everest in 1924 is bereikt. De bergbeklimmer George Mallory keerde niet terug van zijn expeditie. Men vroeg hem eens waarom hij de Mount Everest wilde beklimmen. Because it's there, omdat die bestaat, antwoordde Mallory. Dit antwoord wordt vaak aan een klimmer toegeschreven die in 1953 de hoogste bergtop ter wereld bereikte en het wel kon navertellen. We zien hem hier na zijn terugkomst tijdens de huldiging in Kathmandu. Wat is zijn naam? Zoek hem op, sorry. Zeg het maar. 10, dat is Leif Eriksson. 10... ik denk dat u 11 bedoelt. Ja, sorry, dat was die Viking, hè? De Viking. Ja, Leif Eriksson, ja. De E op 11. Sorry. Ja. Nog een kleine 2,5 minuut. Dat is 12, is volgens mij Hillary. 12 Hillary, de H voor de bergbeklimmer. Dan hebben we nog 1, 4, 8 en 10. 1 was de keldermeester die zeg maar de champagne ontdekte. Ja. Het is Nelly Coman. 8 is Nelly Coman, zegt u? Ja. De sportster op 8. Die is ook de... klaar. En 10? 10 is een schilderij van Velázquez. Ja. Waar een Nederlandse stad een grote rol... Ja, dat is de overgave van Breda. Ja, moet je zeggen, de... De overgave van Breda. De overgave van Breda, de O op 10. Nou, zo gaat het lekker snel. Hebben we er nog 2? Nee. Vraag 4. De James Bond film uit 1983, waar Sean Connery na 12 jaar niet James Bond gespeeld hebben, nu dan weer in zat. Dat is lastig zoeken. En de titel was ook toepasselijk, zei ik. Ja. Return. Zeg maar return. Return. Return? Return to eternity. Return to eternity. De R op 4. En dan vraag 1 is nog open. Dat is weer die champagne monnik. Om hem maar eens oneerbiedig zo te noemen. Ik had in de culinaire gezocht, maar dat leverde niks op. Dat is heel vreemd. Want...
kan aan mij liggen natuurlijk. Eens kijken wat deze vertelt. Sjam. Panje. Keldermeester, even kijken. Ja. Dom Perignon. Dom Perignon. Bel maar. Bellen. Dom Perignon. Dom Perignon. Dom Perignon. Vullen wij dan in? Zal het de P zijn? Of de D? De P. De D? Nee, ja. De D. Wat hebben we nog staan? Nou, alles is nu ingevuld. Alles is ingevuld. Oh, dat is waar, dat kan ik thuis in. Ja. Ja. En we hebben nog 4 seconden, dus het is verstandig om aan het woord te gaan beginnen. Ja. Welke weet je zeker? Welke weten we zeker? Die Dom Perignon, die is goed. Dom. De D Dom van 1 is inderdaad goed. Dom Perignon. De monnik. Nou, het is een champagnemerk, ja. Tegenwoordig. Oh, ja. Duur. Ik geloof dat het vanaf 180 gulden per fles gaat. Marcus Antonius, A, is goed. De A van 2 is inderdaad goed. Marcus Antonius op 11. Die Orfeo op 9, op van 6 was goed. De O van 6 van Orfeo is inderdaad goed. Op 2 komt die. Dat 9. Tenochtitlan was goed. Tenochtitlan, ja. 9 is ook goed. Op 12 komt die, de hoofdstad van het Azteekse Rijk. Die E van Eriksson. Van 11? Ja, van 11. Wilt u die ook hebben? Ja. Oké, de E van 11. De eerste letter zal een medeklinker zijn. Mm-hmm. De Viking op 6. Iets met de von. De eerste letter zal een medeklinker zijn. De W van Wren, Wren 3. De W van Wren, de architect van St. Paul's Cathedral, op 1, dat is mooi. Nog 3/4 minuut. Ja. Dus Nelly Koeman 8, de C. De C van 8 is inderdaad ook goed, Nelly Koeman op 9. Iets met schat. Ja. De C. Maar we hebben geen H. Oh ja, we hebben wel een H. Ja. We hebben geen S. Wat moet dat eerste zijn? Wat moet daartussen? Nog maar 15 seconden hoor. Wonderschat. Koop dan nog maar een letter, anders heb je niks. Ja, de N van Napels. Die is fout. De N van 5 wordt een vraagteken. De 7 van Reading, de R. De R van 7, snel. Woordenschat. Daarom. My god. Ja, zegt u dat wel. Dat is waar. Ja, want het is 2 seconden nog over, hè? Het scheelde echt helemaal niks. U doet het me iedere keer weer aan. Vorige week al, deze keer weer. Het is stollend, hè? Het is, ja, inderdaad. Wat zal ik het eerst zeggen? Het woord is goed. U hebt ook de bonus verdiend, want slechts 2 fouten. Ja. Dat geeft u een eindbedrag van 912 gulden. Dat is een stuk beter dan vorige week, want toen eindigde u met 617 gulden slechts. En won per ongeluk, zoals mevrouw net zei. Maar het is niet genoeg om de winnaars van deze dag te zijn, want het eerste team speelde of eindigde met 1044 gulden. En dat is nog altijd meer dan 912. Prima. Ja. De 2 fouten waren 4 en 5. 4, de James Bond film was Never Say Never Again. He, ook toepasselijk, toch weer iets anders dan Return. En 5, de bij van Napels, Syracuse. De bij van Syracuse was het. Etna, speelde met de Etna van Syracuse, ja. Oké. Okay. Ja. Ik neem afscheid van u met de 2 voor 12 thuisspeelboekjes en voor elk 5 kilo wereldgeschiedenis. Tot volgende week allemaal.